Ja, dat is een mooi lied, hè? Spreek mij van het wonder voor het kruis en dat je blij bent vanwege het kruis. Misschien, Harry, kan jij, want je hebt precies voor, je hebt iets voor in het uitzicht. Ik kijk altijd iedereen graag aan. Ja, dus dat weet je dan vast. Nee, hoor, dat is flauwekul. Nee, maar dat we blij zijn vanwege het wonder voor het kruis. En het is niet zoiets dat je blij, dat je jezelf moet blij maken voor het kruis, ja. Want dat kan je uit jezelf niet. Voordat ik geloofde, toen zocht ik ook blijdschap. En, omdat ik dat niet wel had. En dan ging ik in de Bijbel zoeken, want ik was tenslotte christelijk opgevoed. En ja, dan kreeg ik toch, zocht ik blijdschap, moet je daar toch vinden? Dat vond ik niet. En totdat ik eenmaal de Heer Jezus Christus aannam als mijn verlosser. En ja, toen veranderde. Toen kwam Gods geest in mij wonen. En wat is de vrucht van de geest? Blijdschap. En dan heb je blijdschap niet zozeer in de dingen van de wereld, want de wereld is niet altijd leuk, is niet altijd gezellig. Er zijn ook dingen die zitten tegen, die zijn echt niet leuk. En hoe hou je dan vol in die situaties? En dan zie je dat die blijdschap die je hebt, is niet afhankelijk van de omstandigheden. Maar vanwege dat je je schuld kwijt bent, die je had ten opzichte van God. Een last die weg is genomen sinds hij voor mijn zonde is gestorven daar aan het kruis en is opgestaan voor mijn rechtvaardigheid. Heb je een hoop op de toekomst. Wij waren gisteren, zijn we thuis gekomen vanuit de Eifel. Heel mooie omgeving. En we hadden vrijdagavond gigantisch onweer. Vreselijk gewoon in die bergen. En dat klinkt al zo, joh. En het was ook gelijk onmiddellijk, hè. Het was licht en gelijk. Zo, hè. En dan denk je, wauw. En dan de volgende ochtend was alles dicht. We hadden heel mooi uitzicht op de bergen. Daar zag je helemaal niks van. 0,0. Toen dacht ik, ja, dat is de situatie van iemand die de Heer niet kent. Hij kijkt, maar hij ziet niks. Hij ziet eigenlijk zijn leventje op dit moment alleen maar. En het eindigt een keertje, ja, bij de dood. Maar als je de Heer kent, dan is dat weg. En dan zie ik dat uitzicht, want dan weet ik, oh wacht, ik heb nog een geweldige toekomst. En die is straks in de hemel. En dat geeft je dan die blijdschap. En daarom zingen we ook natuurlijk graag van die blijdschap. Nou, we gaan in het eerste gedeelte weer een kleine. Volgende week ga ik de conclusie behandelen van de handeling 28 leer. Ja, als je daar niet mee bekend bent, is het misschien een beetje lastig als je dat nu voor het eerst hoort. Maar we zijn bezig met het punt van de handeling 28 leer. Volgende week behandel ik de consequenties van die leer. Elke leer die je leert, heeft consequenties. Dus een goede leer heeft een goede uitwerking op je. Een verkeerde leer heeft een verkeerde uitwerking op je. Er zijn heel veel gelovigen, mensen die geloven, die in de problemen zitten. En dat is niet vanwege hun geloof, maar vanwege het geloof waarin ze hebben geloofd. Krijgen ze verkeerde verwachtingen, bijvoorbeeld genezingen. Ja, je leven maar blijven bidden voor genezing. Ik heb pas bij iemand gewerkt, die man die is toch 90 jaar geworden, maar die dacht ook in te kunnen genezen. Dus elke keer een genezingsdienst, en elke keer kwam hij weer terug, het is niet gebeurd. Ach, dus het is zeker niet van mij. Ja, of je hebt niet genoeg geloofd, weet je wel. Dus ik word helemaal gefrustreerd. Een gelovig iemand, hè? Gewoon gelovig. En toch helemaal in de put daardoor. Waar heeft dat mee te maken? Omdat je je gelooft in iets stelt wat niet voor jou is. Krijg je valse verwachtingen, krijg je frustratie. Dus daarom is het belangrijk dat je gezonde leer leert. En die hebben wij. Paulus noemt dat de gezonde leer. Hij is de enige die dat noemt de gezonde leer. Want er is ook een andere leer in de Bijbel die namelijk voor Israël is. En dat is ook een leer. Dat is de leer van God, de leer van de Heer Jezus, de leer van de apostelen. Maar in de bedenking der genade, Paulus zegt ons heel duidelijk, we moeten het woord en waarheid recht snijden, want anders gaan wij met de verkeerde leer in ons leven toepassen. Met alle gevolgen van dien. Bid en u zal gegeven worden, dus ik bid en ik krijg het. Nee, dat is niet zo. En dat is met allerlei dingen zo. Dus daarom zegt Paulus, wacht even. Voor jullie in deze bedenking der genade, ik ben jullie nu jullie apostel, moet je bij de gezonde leer blijven. Want anders val je in een leer die is absoluut ongezond voor jou. Met alle consequenties. Daar noemt hij de gezonde leer. Nou, als je bij die leer bent en wij verkondigen die leer, dat is niet hoogmoedig. Maar Paulus zegt, ik ben apostel van de heidenen. En dat zijn wij. Dus het is precies bij de goede apostel. Ja? Nou, we zijn met handelingen 28 bezig. En dat heet zo, handelingen 28, leer of theorie, handelingen 28 vers 28... En die leer die is er, het is dus een valse leer, omdat in die tijd van de vermindering
Ja, die tijd dat Paulus tot bekering kwam in Handelingen 9, tot met zijn gevangenschap, dat noemen wij de vermindering, ga ik niet allemaal uitleggen, dat hebben we tot in de treuren al behandeld. Ging hij nog eerst aan de synagoge. Maar hij deed in die periode dingen waarvan ik net al bijvoorbeeld noemde genezing, tongen, wonderen. Heeft hij die dingen gedaan in die tijd die bij Israël hoorden. Dus voor de tijd van zijn bekering. En men begrijpt niet dat Paulus dat heeft gedaan voor de verloren Joden in die tijd om ze alsnog redding te brengen. Ze hebben Stefanus gestenigd, Israël is gevallen en gaat verloren. De toorn komt. En Paulus gaat om die reden, in opdracht van God, eerst altijd naar de synagoge, om hun toch nog nieuws van redding te brengen. Alleen onder zijn evangelie. Dat is wat hij doet in die tijd. Als je dat niet begrijpt, nou, dan begrijpt de kerk het niet. Dus de protestante kerken niet, de charismatische kerken niet, de evangelische kerken niet. Noem ze allemaal maar op, die allemaal bij Handelingen 2 beginnen. En degene die in denken, oh, het is hier pas begonnen, Handelingen 28, die begrijpen dat niet. En daarom ontstaat zo'n leer, ja. Men probeert het dan te begrijpen. Maar je kan het niet begrijpen, tenzij je het voor de waarheid recht snijdt, verdeelt. Dus ja, jullie kennen dit schema, ja. En ja, ik zit eigenlijk te twijfelen. Nou ja, weet je, in feite zie je het hier ook Handelingen 2, de tijd van Israël, en Handelingen 9 tot 28, dat Paulus naar de Joden gaat. We weten in Efeze 2, vers 11 en 12, zegt Paulus dat wij heidenen waren zonder God, zonder Christus. We hadden helemaal geen enkele belofte, helemaal niets hadden wij, ja. En dat noemt Paulus de tijd eertijds. Misschien kunnen we even naar Efeze 2 gaan, gauw. Efeze 2. Nou, ik geef stomme eventjes dat iedereen zo'n ding voor zijn neus heeft. Ik heb het er maar even kort over, maar toch, het is makkelijk om het aanschouwelijk te maken. Efeze 2, vers 11 en 13. Paulus zegt daar, daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees die met handen geschiet. Wij heidenen, die waren eertijds heidenen in het vlees. Waard, zegt hij, hè? Dat gij in die tijd waard zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebben en zonder God in de wereld. Dus dat is een schema. Je ziet hier boven ook staan, eertijds, naar boven maar nu en de toekomende eeuwen. Dus voordat Paulus kwam, waren de heidenen, nou, dat zie je hier staan, hadden helemaal niks. Zelfs zonder Christus, toen de Heer Jezus op aarde kwam, waren de heidenen zonder Christus. Want Christus was voor wie gekomen? Voor de verloren schapen van het huis Israël. Dus dat noemt hij eertijds. Maar dan zegt hij in vers 13, maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verder waard nabij geworden door het bloed van Christus. Dus nu zijn de heidenen dichtbij geworden. Ze kunnen nu rechtstreeks gered worden door het bloed van Christus zonder het volk Israël. Nou, dat schema, dat moet je, ja, als je dat goed bestudeert, dan is in één klap het plan van God is gewoon helemaal duidelijk voor je. Dus we leven in de tijd van maar nu. Maar nu is sinds Paulus tot bekering gekomen, in Handelingen 9. Dat is de bedeling der genade. En in dat schema zie je dus dat hier in het gele gedeelte. Dat is de tijd waarin wij nu leven. Nou, dat noemt hij de bedeling der genade. En dat is waarin wij nu leven. Ga maar mee in Romeinen 11. Romeinen 11. En dat is het moeilijkste te begrijpen in de tijd van Handelingen. Die tekst hebben we vaak gelezen. Ik lees hem nog even gauw door met jullie. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld, Israël, opdat zij vallen zouden. Romeinen 11 vers 11. Dus is Israël gestruikeld opdat zij vallen zouden? Nou, de struikeling, we weten het, is allemaal. Waar is dat gebeurd? Bij het kruis, ja. Ze hebben hem gekruisigd, maar ze krijgen nog de kans om zich te bekeren. Dus hij zegt, is het ook de bedoeling geweest dat ze zouden vallen? Nee, helemaal niet. Het was de bedoeling dat ze zich zouden bekeren. Johannes de doop kwam tot Israël, bekeert u, laat u dopen tot vergeving van zonden. Maar ze hebben hem gekruisigd. Dus ze hebben zich gestruikeld aan de steen des aanstoots. Dat is de struikeling, het kruis. Maar dan zegt hij verder, maar door hun val, door de val van Israël, dat wil zeggen, ze zijn door God opzij gezet. Hij is niet meer met hun bezig. Ze zijn gevallen.
is de zaligheid de heidenen geworden. De redding is nu naar de heidenen geworden om hun tot jaloersheid te verwekken. Dat is precies wat Paulus deed in die tijd. In die tijd de heidenen tot jaloersheid te brengen. De Joden, sorry. En indien hun val de rijkdom is der wereld, dus de val van Israël, de rijkdom van de wereld is, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Israël is niet afgeschreven, in de toekomst weten we, komt hier het koninkrijk van God op aarde. Onze toekomst is niet op aarde, het is in de hemel. Maar Israël heeft een toekomst op de aarde. Het zal een koninkrijk zijn van vrede en gerechtigheid, waar iedereen nu naar smakt, maar het komt er niet. Maar dan zal Israël met Christus regeren over deze hele wereld. Dus als nu de redding naar de heidenen gaat, wat is dat al geweldig, hè? Dat mensen nu gered kunnen worden gelijk door het geloof in de Heer Jezus Christus. Is het toch iets geweldigs? Ik ben blij dat ik gered ben. Ja. Heel blij zelfs. En dat is niet door Israël, maar zonder Israël. Maar hij zegt, als het nu al zonder Israël geweldig is, hoe is het dan straks in het koninkrijk door Israël? Als zij over de hele wereld gaan en met het evangelie in Christus op de troon, wat zal dat een geweldige tijd zijn? Ja, het is van Gods bedoeling altijd al geweest om mensen te redden. Alleen de instrumenten die hij gebruikt zijn verschillend. En Paulus zegt, want ik spreek tot u heidenen, tot jullie. Want de Romeinen, dat zijn heidenen. Voor zoveel ik der heidenapostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk. Ik spreek tot jullie, want ik ben jullie apostel. En kijk, of ik enigszins mijn vlees, mijn Joodse broeders in het vlees, tot jaloersheid verwekken en enigen uit hen behouden mocht. Nou, hier zie je, daar gaat het om. En het is moeilijk te begrijpen voor veel mensen in die tijd. De val, omdat iedereen denkt dat Israël bij het kruis gevallen is. Iedereen, de meeste. Maar Israël kreeg nog een kans om zich te bekeren. Maar Petrus, die zegt, bekeert u, laat u dopen. Ja, dus de val is pas later gekomen. Wij weten, dat is bij Handelingen 7. Daarna pas. Dus de kerk kan daar ook nooit in die tijd begonnen zijn. Dat is gewoon onmogelijk, ja. Maar kijk, als je kijkt in Romeinen 9, vers 32 en 33, waarom is Israël gevallen? Ik zei het net eigenlijk al. In vers 31, maar Israël dat de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Israël zocht de wet der rechtvaardigheid om gerechtvaardigd te worden. Hoe dachten zij dat te doen? De meeste mensen, als je vraagt, hoe word ik gerechtvaardigd, hoe leid ik een rechtvaardig leven voor God, hoe word ik door God geaccepteerd, dat weet iedereen. Ja, dan zegt hij, moet je heilig leven, moet je goede werken doen, moet je een goed persoon zijn. Dus ik doe mijn best. Dus wat denk je dan? Door mijn werken te doen, kan ik in de hemel komen. Ik moet goed mijn best doen, dan kom ik in de hemel. Dat dacht Israël inderdaad. Nee, nee, ho, ho, wacht even. Kijk, vers 32, waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken de wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Christus is de steen des aanstoots. Daar hebben ze zich aan gestoten. Inderdaad, ze hebben hem gekruisigd. Dat was de steen des aanstoots. Dat was de struikeling. Ze hebben zich gestoten. Zoals je tegen een steen loopt en dan struikel je. Zie je? Maar dat is nog niet gevallen. Want uit struikelen, je kan nog opkrabbelen dat je niet valt. Dat had kunnen gebeuren met Pinksteren. Maar het is niet gebeurd. Want kijk, ze hebben zich gelijk geschreven is, zie ik leg in Sion, in Israël, een steen des aanstoot, dat is Christus, en een rots der ergernis. Ja, voor veel mensen is die inderdaad een persoon waar mensen zich aan ergeren. En een iegelijk die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Je moet in hem geloven en dan zal je niet beschaamd worden. Maar Israël heeft dus in die periode van Handelingen, of als je het schemaatje hebt, dus in die tijd van Handelingen, wat je hier ziet staan, heeft Israël in die tijd, zijn ze uiteindelijk gevallen en is de vermindering begonnen. Dus als je kijkt nu in 11 vers 28, Romeinen 11 vers 28, dus Israël heeft zich gestoten aan Christus. Hoe kan ik dat zeggen? Nou, het is duidelijk. Ze hebben hem gekruisigd. Toen hij naar Jeruzalem ging, hij keerde zijn aangezicht naar Jeruzalem. En de discipelen dachten, wat gaat hij nou doen? Want ze zoeken, je wordt gezocht. En hij ging erheen met het doel om zijn missie te volbrengen. En dat volk heeft hem verwelkomd, toch? Met palmtakken en alles. En Hosanna, de koning, gezegend, die komt in de naam des Heren. Allemaal heel blij, daar komt de koning. En een paar dagen later
Toen hebben ze geroepen, Hamas, kruisigt hem. Toen hebben ze zich dus gestruikeld aan die stenen aanstoots. Daar stond die koning voor Pilatus, ja? Helemaal zwak, niets in te brengen. Hij zei helemaal niks als een schaap wat ter slachting gebracht wordt. Om gedood te worden. En zo was het ook. Maar dat was ook zijn doel. Want hij moest sterven voor de zonde van de wereld, ja? Maar kijk in Romeinen 11, vers 28. Even kijken. Ja. Als we dat nu zien, dat is nu in deze tijd. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie. Welk evangelie? Van Gods genade. Als je naar Israël gaat, je gaat naar de orthodoxe joden in de wijken, dan zie je geen blijdschap vanwege de Heer Jezus Christus, maar vijandschap. Als je met evangelie van Gods genade komt. Want je zegt in feite, je kan gewoon gered worden, het geloof in jullie Messias in deze tijd. Maar hij is nu ook onze redder buiten Israël. En dat vinden ze niet leuk, dan zijn ze vijanden van het evangelie. Ze zullen je proberen eruit te werken en desnoods misschien nog wel een kopje kleiner maken, zoals ze met Paulus ook gedaan hebben. Kijk, geprobeerd hebben. En dan zie je verder, even kijken hoor. Om uwentwil, ja, maar aangaande de verkiezingen zijn zij bemind om de Vader wil. Want de genade, giften en de roeping van God zijn onberouwelijk. God heeft beloftes gedaan aan het volk Israël. Ja, als je op het schema weer kijkt, zie je hier met Abraham en dan zie je Mozes, David en Johannes de Doper tot en met de Heer Jezus. Het was allemaal in overeenstemming wat hij beloofd had voor het volk Israël. En dat is niet opgehouden te bestaan, dat gaat zo meteen weer gebeuren. God doet iets en dan gaat het ook gebeuren. Maar kijk in vers 30, want gelijkertijd ook gij lieden, wij heidenen, eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door de ongehoorzaamheid van deze. Sinds Babel is God, we gaan het zo meteen in Romeinen 1 erover hebben, heeft hij de heidenen aan zich zelf overgelaten. Hij heeft de heidenvolken gelaten voor wat het is. En toen is hij met Abraham begonnen. En dat kan je ook mooi zien in het schema. Hè? Hier zie je Abraham staan. En Abraham, dan zie je, gaat het omhoog, want dan gaat God met Abraham verder. En daar komt Israël uit voort en onder andere de heidenen, die lieten aan hunzelf over. Hij gaat met Abraham verder. Volk Israël. De heidenen, die heeft God bij Babel al opgegeven. Die wilden zo echt in hun eigen wegen wandelen. En God heeft het toegestaan. Oké, dan ga ik wel met Abraham vinden. Dus ja, dat was eertijds, waren de heren dus, de heidenen dus ongehoorzaam. Dat wil zeggen, ze hebben niet geloofd. Als je niet gelooft in het evangelie, niet gelooft in de God van de Bijbel, dan noemt hij dat ook ongehoorzaam. Je kan ook zeggen, als je niet gehoorzaamt, dan betekent, ik geloof het niet. En dat was met de heiden het geval. Maar kijk, maar nu barmhartigheid verkregen heb door de ongehoorzaamheid van deze. Dus de heiden nu, ik hoop niet dat het te moeilijk is, maar de heiden nu in deze tijd van genade, heeft nu barmhartigheid van God gekregen. Ze waren eerst zonder God, maar nu zijn ze dichtbij. Het evangelie wordt aan iedereen aangeboden, laat u met God verzoenen, rechtstreeks, zonder Israël, door hun ongeloof. Zij hebben het niet geaccepteerd. Dus ja, omdat Israël het niet geaccepteerd heeft, hebben wij een probleem. Omdat Israël moest het evangelie aan ons vertellen, dan heeft een heiden een probleem. Als iemand aan jou een goed nieuws moet vertellen, en je bent er helemaal van afhankelijk, en hij vertelt het niet aan jou, dan heb je een probleem. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Maar wacht eventjes. Toen heeft God Paulus geroepen. En de heidenen kunnen nu, dus zonder dat Israël het goede nieuws vertelt, kunnen heidenen nu zonder Israël rechtstreeks door het geloof wat Paulus verkondigt, gered worden voor het eeuwige leven. En daarom zegt hij, maar nu hebben wij dus barmhartigheid verkregen door de ongehoorzaamheid van deze, van Israël. Alzo zijn ook deze Israël, in deze tijd, hè, nu, vanaf Handelingen 9 is Israël ongehoorzaam geweest. Ze hebben niet geloofd, omdat zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Nou, vers 33. God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, omdat hij hen allen zou barmhartig zijn. Nou, ik snap dat als je dat nooit gehoord hebt, dat het vreselijk moeilijk is. Als je dat hoort, denk ik, waar gaat dit over? Maar Babel, dat kent iedereen, neem ik aan. Toch? De toren van Babel. En daar, weet wat er gebeurd is. De talen
kwamen en de mensen hebben zich verspreid. Zo weten we ook hoe de continenten ontstaan zijn. De Aziaten, dat is een bepaalde huidskleur, die zitten allemaal op een bepaald gedeelte in de wereld. Afrikanen zijn zwart. Ja, nu zitten ze overal, maar dat was Afrika. De blanken in Europa. En de talen die erbij horen. Dat is op dat moment allemaal gebeurd. Toen heeft God de hele wereld... Dus ze moesten zich verspreiden, deden ze niet. Door middel van die talen is dat gebeurd. En toen heeft God dus de wereld in ongehoorzaamheid besloten. Met andere woorden, nogmaals, hij laat hun aan hun eigen lot over. Ja, ik wil jullie helpen, maar als jullie het niet willen, dan mag ik kiezen. Maar dan leef ik jullie over aan jullie eigen gedachten. Dat is toen gebeurd. Dus iedereen ongehoorzaamheid besloten. En toen, nogmaals, toen is hij met Abraham begonnen. Hier, daar staat hij bovenaan. Maar nu zien wij, gaat het weer naar beneden. Want dat staat in dit vers, God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten. Dat wil zeggen, zowel de heiden met Babel, als met Handelingen 7, de Joden. Dus de hele wereld staat nu compleet schuldig voor God. Hij heeft met niemand een verbond, niks meer. Gewoon niks. Israël is gevallen. Gelijk een heiden geworden. Opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. Dus God is nu voor de hele wereld barmhartig. En daarom hebben wij nu de boodschap aan iedereen. Wij bidden u, het woordje bidden, ja. Wij bidden u van Christus wegen. Dat is onze boodschap die wij in de wereld hebben. Wij heidenen en Joden die in het lichaam van Christus zitten ook. Wij bidden u, wij smeken u in de naam van Christus. Laat u met God verzoenen. Dus de hele wereld moet zich laten verzoenen. Omdat de hele wereld is in vijandschap met God. En als je denkt dat het niet zo is, nou kijk maar om je heen. Het lijkt allemaal mooi, maar wat een hoop ellende is in de wereld. Dat komt door de zonde die in de wereld is. En iedereen leeft met een schuld. Een schuld, ja. Een morele schuld ten opzichte van de schepper. Want iedereen heeft een geweten. Iedereen weet wat goed en kwaad is. En dat is niet voor niks hoor. Dat heeft God ingeschapen. En ik weet nog, voordat ik tot geloof kwam, mijn schuld stapelde zich ook op. Ik wist heel goed dat ik schuldig stond. Wist ik heel goed. Nou loop ik eigenlijk vooruit op de preek van zometeen Romein 1. Maar dat is het punt. Mensen lopen met die schuld die ze hebben tegenover God. En daar probeer je vanaf te komen. Door goede werken doen en dat soort dingen. Maar daar kom je nooit vanaf. Dus op één manier, die vijandschap kan op één manier beëindigd worden. Dat is als je gelooft dat Christus stierf voor je zonde. Want je bent een zondaar. Je bent in zonde geboren. Eén zonde en je bent een zondaar. Als je één keer steelt, ben je een dief. Als je één keer moord, ben je een moordenaar. Dus als je één keer zondigt, ben je een zondaar. En hoe kom je daar vanaf? Met een rechtvaardige God die alleen recht kan spreken. En de zonde moet veroordelen. En dat heeft hij opgelost door zijn zoon die zonde toe te rekenen. En mij zijn rechtvaardigheid toe te rekenen. En de prijs die betaald wordt, is een mensenleven. Ja, wat is de hoogste vergelding op iemand die iemand vermoordt? Nou, dat is dat je ook die persoon zijn leven beneemt. Bij God ook. Wij zijn zondaar. Dat staat de doodstraf op. Dus hij moet ons ook de doodstraf geven voor eeuwig in de poel des vuurs. Maar dat heeft hij aan zijn zoon gegeven, waardoor ik nu vrij ben. En dat is de boodschap van verzoening. Laat je met God verzoenen. Heel simpel. Dat als je gewoon hier op de bank zit, kan je het gewoon geloven. Je gelooft het gewoon. Meer hoef je niet te doen. En op dat moment ben je gered. Ben je kind van God. Nou, hier zien we dus, als we zo verder gaan, dus Israël is nu in dezelfde positie. Als je kijkt naar Elvis, even kijken, we gaan nu naar... dus ja, in die tijd van Handelingen, ja, dat is wel mooi om te zien. Eigenlijk zie je in het hele boek Handelingen, dat Israël, de kleine kudde, dat zijn de gelovigen die de Heer Jezus, toen hij op aarde liep, hebben aangenomen als hun Messias. Dat noemen we de kleine kudde. Wij waren in Duitsland, dan keken wij uit het raam daarom en dan zag je die bergtop. Nou, meer een heuvel, dat was 700 meter hoog dan. Maar goed, dat hebben wij in Nederland niet zo hoog. Ook in Limburg niet, dat is 300 meter of zo. Maar die schapen, prachtig man. En dan zie je zo'n grote kudde, weet je wel. En grote kudde. En er zat ook één zwart schaap trouwens bij. Eentje, ook wel grappig om te zien. En dan zie je, die lopen allemaal achter hem aan. Hè? En dan waar de herder komt, en dan zie je zo naartoe gaan. En dat is een grote kudde. En zo wordt Israël ook met een kudde vergeleken. Een kudde schapen. En wie is de herder? De Heer Jezus. Maar niet iedereen luistert naar die kudde, naar die herder. En dat zijn ongelovigen.
Degene die dus werkelijk naar de Heer Jezus Christus luisterde, was in tijden van toen de Heer Jezus Christus op aarde kwam en later ook met Pinksteren daarna, dan zie je een kudde, het heel volk Israël, ze hebben hem gekruisigd en dan zie je met Pinksteren hoeveel mensen kwamen tot geloof? Ja, 120, maar dat was voor Pinksteren. En met Pinksteren, nou dat waren 3000 of zo, en toen werd het 4000, daarna weer 4000, 5000, maar ja, op een bevolking van een paar miljoen is dat natuurlijk niks. Dus je hebt een grote kudde, maar die tot geloof komen, dat is een kleine groep. En dat is, noemt hij de kleine kudde, om die reden. Dus in die tijd dat Pinkster was, had je de kleine kudde. Maar Petrus, die sprak tot een gemeente met Pinksteren, dat waren alleen maar Joden. Geen heidenen. Dus Petrus, en in die tijd totdat Paulus tot bekering kwam, richtte zich en de apostelen tot wie? Al die tijd. Eerst tot wie? Tot Israël, tot de Joden. En als Israël gered zou zijn, daarna naar Judea, eerst Jeruzalem. Nou, van Joden, Judea, hetzelfde verhaal. Daar ligt Jeruzalem trouwens in. Nou, zou het mooi zijn als je die kaart had, Tom. Hè? En dan krijg je Samaria en dan gaat het zo langzaam door en dan naar de heidenen. Dus zij, hun bediening was ook eerst Israël en dan de heidenen. In heel boek Handelingen, dus daarom zijn de mensen in verandering, Handeling 28... Hé, dan komt Paulus en die gaat ook eerst naar de Jood. En dan naar de heiden. Moet toch wel dezelfde bediening zijn? En dat is omdat ze het niet begrijpen. Want Israël is in Handelingen 7 gevallen. Paulus ging wel naar de Jood toe, net zoals de kleine kudde eerst. Alleen Paulus ging naar de ongelovige Joden buiten Israël, naar de synagogen. En dan ging hij ook eerst naar de Jood en dan naar de Griek. Maar dat had een bedoeling. Ze moesten, op die manier konden ze alsnog gered worden onder het nieuwe evangelie. Dus Paulus ging ook al in die tijd eerst naar de Jood en dan pas naar de Griek. Maar let op, hè, niet met hetzelfde evangelie. Hij ging met welk evangelie? Het evangelie van Gods genade. En genade betekent, wat betekent genade? Charis, dat is ook iets dat wat vreugde brengt. Ik had net over blijdschap en vreugde. Nou, brengt het blijdschap of niet genade? Toen ik dacht dat ik het onder de wet moest doen, gaf mij geen blijdschap. Ik begon ermee. Ik ging zoeken. Ik had geen blijdschap. Ik moest het zelf doen en het lukte niet. Dus dan struikel je en dan denk je, nou, het wordt nooit wat mij. Ik ga naar de hel. En dan komt opeens genade-evangelie en dan, wauw, ik heb alles gekregen. Ik hoef niks meer te doen, alleen geloof. En dan ben je blij. Dus samen zie je ook over waar het genade-evangelie komt. En dan zie je ook in de Bijbel bij Paulus, dan zie je allemaal, laat hij allemaal blije mensen achter. En ook mensen die zwaar in de vervolging zaten, en toch waren ze blij. En dat is wat je ziet gebeuren. Dus Paulus, die kwam met het genade-evangelie, ja. En als mensen zeggen, en dat doet Handeling 28, dat in die tijd ging Paulus met het evangelie van het koninkrijk naar de Joden toe. Want hij ging ook eerst naar de Joden toe. Dus hij heeft hetzelfde verkondigd als de 12 apostelen, als de Heer Jezus toen hij op aarde rondliep. Dat is wat wordt gezegd. En de vraag, is dat zo? Nou, dan moet je dus gaan kijken. Dat hebben we in het verleden ook gedaan. Het is ook een beetje een kleine terugblik, omdat we zijn 2 weken tussen gezeten. Maar dan ga je kijken dus in zijn brieven en in Handelingen wat hij toen ook verteld heeft. Nou, wat heeft hij over de besnijdenis, over de Jood gezegd in die tijd? Kijk met mij even in Galaten 6. Galaten 6. Nou, jouw schemaatje hangt hier achter het bord, Tom. Maar wat jij zegt. Oh, je hebt allemaal die boeken leggen natuurlijk. Ja, daar heb je hem. En dan kan je dus zien wanneer de gelaten brief geschreven is, hè? Wanneer, Rachel? Ja, je moet wel een bril, leesbril op hebben. Maar hij is in ieder geval geschreven in de tijd van dat Paulus in zijn reizen aan het reizen was voor zijn gevangenschap. Dit is een van zijn eerste brieven. Je kan bij de eerste kijken. Makkelijk, toch? Toen heeft hij die brief geschreven. En wat zegt hij in Galaten 6, vers 15? Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. Dus hij zegt over de besnijdenis dat hij geen enkele kracht heeft. Wat zegt hij over de Jood? Nou, komt niet aan de besnijdenis, ja. Want als jij niet besneden bent, dan behoor je ook niet bij het volk van God, hè? Bij Israël. Dus hij zegt, ja, stelt niks voor. Kijk in Galaten 5. Wat zegt hij daar? 5 vers
6. Want in Christus Jezus, dus dat zijn de mensen die geloofd hebben in de Heer Jezus Christus. Dat noemen wij, dan ben je in Christus. In Christus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof door de liefde werkende. Dus Paulus zegt, er is helemaal geen verschil tussen de besnijdenis en de vooruit. De besnijdenis heeft geen enkel nut meer. Nou, dat, als Petrus dat gezegd had in Handelingen 2, dan hadden de echte stenen onze oren gevlogen, hoor. Ja, dat heeft hij ook niet gezegd. Want dat kon hij ook niet zeggen, want dat was ook een voorwaarde voor de Jood. Hij moest besneden zijn. En dan zegt Paulus, in een brief die hij toen geschreven heeft, in de Handelingenperiode, het heeft helemaal geen enkele functie. Hoe kan je dan nog zeggen dat Paulus het Koninkrijksevangelie verkondigde? Dat is onmogelijk, gaan we maar in 1 Korinthe. 7 vers 19, dat is echt iets vergelijkbaars, maar dat is wel mooi. 1 Korinthe 7 vers 19, de besnijdenis is niets. Is niets. Nou, Stefanus zei tegen de Farizeeën: gij hardnekkige, onbesneden van hart en van oren. En wat gebeurde toen? Ze werden razend toen hij dat zei. Hij zei niet, jullie zijn fysiek onbesneden, want dat waren ze allemaal. Maar wat is de besnijdenis als je niet gelooft? Nou, wat doe je met je oren? Horen. Wat doe je met je hart? Geloven. Daarom zit hij onbesneden van hart en van oren. Ze geloofden het niet. Dus is je besnedenis, je stelt helemaal geen bal voor. Maar voor een gelovige, absoluut, hij moest een Jood besneden. Maar Paulus zegt nu, is iemand, even kijken, de besnijdenis is niets en de vooruit is niets. Maar de onderhouding der geboden gods. Ook, dat zegt hij in de Korinthebrief. En is Korinthe geschreven? Ik meen Handelingen 19. Of 20, ben ik even, ik dacht 19, hè, ja. Heeft hij toegeschreven? Als jij het Koninkrijksevangelie vertelt, kan je echt niet zeggen dat de besnijdenis niks inhoudt. Eigenlijk is een beetje vergelijkbaar. Als wij nu zeggen, wij gaan bijvoorbeeld naar de gemeente. Echt nogmaals, ik heb het over dat ik ga niet mensen neerhalen. Maar stel je voor, ik ga naar een baptistengemeente. Ik zeg, ja, die doop is helemaal niks. Hier, waterdoop is gewoon niks. Het is de doop door de geest. Wat jullie doen is gewoon niks. Het heeft helemaal geen waarde. Nou, ik denk niet dat je daar lid mag worden van die gemeente. Dat jij mag blijven komen. Nee, dat gaat tegen wat ze hun leren. En dat is wat Paulus hier exact eigenlijk zegt over de besnijdenis. Het is onmogelijk voor een Jood dat hij niet besneden zou zijn. Nu in de bedeende genade wel. Ze zullen het allemaal wel doen, omdat dat hoort nou eenmaal bij hun geloof of de cultuur. Of je nou gelooft of niet, dan word je alsnog besneden. Of misschien om andere redenen, hygiëne waar ze het alles over hebben. Maar het heeft geen functie. Je moet daar niet geen waarde aan hechten dat het iets voor God zou betekenen. Helemaal 0,0. Hij zegt, wat is het dan wel van waarde voor God? Wat is dan wel iets? De onderhouding der geboden gods. En nou moet ik weten, als Paulus dit zegt. Wat voor geboden zijn dat dan? Als ik denk van in die tijd verkondigde Paulus nog koninkrijksevangelie. Waar ga ik dan aan denken? Ik ga aan de wet denken natuurlijk. Want dat hebben de Heer Jezus geleerd. Hij zegt, ik leer jullie de wet. Maar kijk in 1 Korinthe 14 vers 37. Zegt Paulus, indien iemand meent een profeet te zijn of geestelijk, een geestelijk iemand is iemand die dus, lees even verder, die erkennen dat hetgeen ik u schrijf des Heeren geboden zijn. Heeft Paulus alleen Korinthebrief geschreven? Nee, heeft hij Galaten geschreven, hij heeft Korinthe geschreven, hij heeft Thessalonicens geschreven. Ja, oké, dat is allemaal in deze tijd. Maar hij heeft ook de brief Efeze Filippenzen. Hij zegt wat ik schrijf. Hij zegt niet wat ik in deze brief schrijf, hij zegt wat ik schrijf. Dus alles wat ik schrijf, elke zendbrief die ik schrijf, zijn de geboden des Heren. Nou, wat heeft hij verkondigd? Het evangelie van de genade gods en absoluut niet het evangelie van het koninkrijk met de wet. Nee, nooit niet. Dus ja, als je dat dan leert aan iedereen en ook aan de Joden, dan begrijp je dat een ongelovige Jood, die komt in opstand. De besnijdenis is niks, alleen de onderhoudende geboden gods. En wat ik schrijf, dus kijk, dat is ook in deze tijd zo, hè. Wanneer is iemand geestelijk? In deze tijd. Ik moest vanochtend nog even denken aan, in die tijd van, ik weet niet meer hoe ik erop kwam, maar over heiligen. Nou, wij zijn heilig. Ja? Gelovigen in Christus zijn heilig. De mensen denken, ja,
heilig boontje, ik ken jou. Ik weet, jij maakt ook wel eens een fout. Jij zondigt ook wel. Hoe kan jij zeggen dat je heilig bent? Dus alsof iemand zonder zonde is. Nee, heilig betekent niet dat je zonder zonde bent, maar dat je voor God apart gezet bent door het kruis, wat hij voor jou gedaan heeft, dat jij nu past in zijn plan en dat hij mij ziet in zijn zoon. En dat is de keuze natuurlijk, omdat ik nu door God heilig verklaard ben, dat ik nu ook als een heilige ga leven. Nou ja, we kennen de kerk, die verklaart mensen heilig na 100, 200 jaar. En dat zijn er maar een paar. En wie zijn dat dan? Dat zijn allemaal de grote mannen uit die kerk eigenlijk. Maar de mensen in de kerkbank, niet één die durft zichzelf heilig te noemen. Die worden ook nooit heilig verklaard trouwens. Hè? Het zijn altijd maar bepaalde grote personen uit de kerk. Maar onze Bijbel leert dat wij zijn in Christus heilig. En wij zijn tijdens dit leven heilig verklaard door God. En als je dat niet bent en je sterft en je bent niet heilig verklaard, dan sterf je in je zonde. Dan ga je verloren. En ik ben door God heilig verklaard. Dat wil zeggen, hij noemt mij een heilige omdat ik in zijn zoon ben. En dat is voor iedereen, voor jullie geldt dat exact hetzelfde als je in Christus bent, als je de Heer Jezus hebt aangenomen, als je verlosser. Dus dat is geen hoogmoed, dat is omdat God mij zo ziet. Ja, nou ja, goed. Daar ben ik wel heel blij om in ieder geval, dat dat zo is. Dat hij mij altijd in zijn zoon ziet. Altijd zijn zoon. Nooit in mijzelf. Maar de geboden die Paulus opschrijft. Oh ja, dus wanneer is iemand geestelijk? Oh, zo kwam ik net op. Geestelijken, ja. In de kerk heb je dan de geestelijken, die zitten daar. En de leken zitten in de banken, toch? Dat zeg ik in de katholieke kerk, maar dat wordt eigenlijk ook wel een beetje in de protestante kerk misschien wel niet zo genoemd. Maar in feite heb je dat ook heel vaak van, nou, ik moet wel even aan de dominee vragen, want dat is de expert. Dus wat weten wij nou? Dat is onzin. Jullie zitten allemaal met een Bijbel. En een geestelijke in deze tijd is iemand die erkent dat wat Paulus schrijft de geboden des Heren zijn. En dat hij jouw apostel is. Dus met alle dingen van je leven die je meemaakt. En alles wat je tegenkomt. In je werk, in familie, op vakantie of waar. Dat je krijgt met mensen te maken, je moet keuzes maken. En dat je denkt, wat moet ik nou doen? Wat ga ik dan doen? Dan ga ik kijken. Vroeger had je die armbandjes met, what would Jesus do? Ken je dat nog? WWJD, van die armbandje. What would Jesus do? Oké, dat kan. Maar wij maakten ervan, what would Paul do? Wat zou Paulus doen? En dat is het punt. Wat zegt Paulus tegen ons? Wat zegt Christus via Paulus tot ons? En dat is de oplossing voor alle situaties in je leven. En dat is iemand die geestelijk is. Ja? Zo simpel is het eigenlijk. Heel eenvoudig. Nou, oké. Dus dat zijn de Heer, des Heeren geboden. Die Paulus schrijft. Heeft het niet over de wet, maar over het evangelie van Gods genade. Hetgeen ik schrijf, dat heeft hij. Dus al zijn brieven die hij geschreven heeft, dat zijn geïnspireerde brieven en die bevatten de geboden des Heeren voor ons vandaag. In deze bedenkende genade. Nou ja, als je dat niet begrijpt, ja, dan kom je dus met andere leerlingen. Waaronder dus de handeling 28 leer waar wij het nu over hebben. Die dus zeggen, nee hoor, totdat Paulus gevangen gezet werd aan het eind. Ja, handelingenperiode. Dan zit hij gevangen, Stefanus. En dan handeling 28. Dan gaat hij pas naar de heiden toe. Maar kijk, handeling 28 vers 28. Dat is dus die bekende tekst. Het zij u dan bekend dat deze zaligheid Gods, de redding van God, naar de heidenen gezonden is en dezelfde zullen horen. Er staat niet gezonden zal worden, gezonden is. Ik heb het vorige keer al gezegd een keer. Hè? Als ik zeg het is aan het regenen, ja, dat betekent dat het al regent. Niet dat het gaat regenen. Hier ook. Het is aan de heidenen gezonden. Het is niet dat het aan de heidenen gaat gezonden worden, maar het is reeds al gezonden vanaf dat Paulus tot bekering kwam. En die zullen horen. Dus ja, als Paulus spreekt over Romeinen 11 en 11, we zijn ermee begonnen. Dat de val van Israël, schrijft hij hier, hè, in deze periode van handelingen, dat Israël geval is. Dan is Israël ook gevallen in die tijd, in de boek Handelingen. En niet daarna. Dus ik snap soms niet, eerlijk gezegd, dat ja,
dat je dat kan leren, terwijl het zo duidelijk er staat. Dat is voor mij gewoon onbegrijpelijk. Maar dat heeft dus alles te maken omdat, en ik had pas ook een brief van iemand gekregen of een e-mail, die schreef er ook, die heeft ook in die handelingen 28 leer gezeten. Hij zegt, nergens en nooit hoor je over de val van Israël in het boek Handelingen. Dat hoor je gewoon niet. Nee. Nee, en dan, als je dat ook niet weet, dan kom je dus ook met de verkeerde conclusies en verkeerde leerlingen. Dat begrijpt men dus daardoor niet, ja? Dus hier zien wij, dit is een einde van de vermindering, dat Paulus nog met die tekenen om Israël nog redding te brengen, dat hij eerst hun ging. Maar dat is hier geëindigd. Het is geen begin van iets. Het begin van het lichaam van Christus is wanneer? Toen Paulus tot bekering kwam. Hij is de eerste van het lichaam van Christus. Dus ja, als je kijkt Handelingen 28 vers 31... dan zie je dat Paulus, of vers 30, Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen. Ja, eigen gehuurde woning. Dat is ook apart, hè? Word je gevangen gezet door de Romeinen. En het is eigen gehuurde woning, dus op een of andere manier heeft hij dat moeten betalen. Maar hij zat dus wel, hij had wel vrij, hij had altijd wel een soldaat bij zich, dus. Maar hij kon iedereen ontvangen. Dat staat hier. En wat deed hij? Hij predikte het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverminderd. Dus Paulus, wat heeft hij gedaan in die tijd? Hij heeft al die tijd het koninkrijk Gods aan hun verkondigd. Nou, hier zie je, het boek Handelingen eindigt dus dat Paulus het koninkrijk Gods verkondigt, toch? De vraag is, wat voor koninkrijk Gods praat hij over? Want, als je terug met me meegaat naar Handelingen 1... Dus, nogmaals, Handelingen 28, mensen die denken, oké, kijk het boek Handelingen, 1 vers 3, wat spreekt de Heer Jezus over? Aan welke hij ook, Christus, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, dat is na zijn opstanding, met vele gewisse, duidelijke kentekeningen, 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het Koninkrijk God aangaan. Dus Christus sprak over de dingen van het Koninkrijk God. Nou, wij weten, als Christus over het Koninkrijk God spreekt in de Evangelie, wat spreekt hij dan over? Koninkrijk waar? Op aarde. Je ziet het ook in vers 6. Vragen ze aan Christus, zult gij in deze tijd aan Israël het Koninkrijk wederoprichten? Dan is de verwachting van het volk Israël. Aan Israël staat er ook. Dus het boek Handelingen begint met het Koninkrijk Gods voor wie? Voor het volk Israël. En vanuit het Oude Testament, weet je, is altijd beloofd het Koninkrijk God op aarde. Dat gaat ook komen. Zeer zeker. Maar dan moeten we opletten. Het boek begint met het Koninkrijk Gods. Dus de Heer Jezus praat erover. Het eindigt. En dan praat Paulus over het Koninkrijk Gods. En hier zie je ook in vers 6 dat de apostelen vragen ook, gaat u het in deze tijd voor Israël oprichten? Dus wat is het denken van de apostelen? Het Koninkrijk Gods voor Israël op aarde. Met Christus op de troon in Israël en Jeruzalem. Dat zit in hun hoofd terecht, dat klopt ook. Maar wat denken mensen nou? Oké, dus wat Paulus toen in zijn gevangenschap aan het eind van het boek Handelingen, wat we net lazen, is dus hetzelfde koninkrijk. Kan dat de toets doorstaan als je het woord waar het recht snijdt? Ik dacht het niet, hè? Paulus heeft dus 2 jaar over het koninkrijk Gods gesproken terwijl hij daar gevangen zat. Maar kijk in Handelingen 20. Dan zijn we dus Handelingen 20, zijn we een heel stuk verder. Paulus is tot bekering gekomen. En dan zegt hij in vers 24, nou wat zal ik zeggen, 22 lees ik ook. En dan zegt hij, nu zie ik gebonden zijnde door de geest, reis naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar ontmoeten zal. Nou, we weten, hij wordt daar gevangen genomen en dan wordt hij gevangen gezet. En uiteindelijk belandt hij in de gevangenis in Rome, aan het eind van het boek Handelingen. Maar dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende dat mijn banden en verdrukkingen aanstaande zijn. Dus verdrukkingen en banden, dat zijn boeien. Hij heeft ook een paar keer ook gevangen gezeten, hè? Dan werd hij gegezeld. Maar ik acht op geen ding, nog houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen en de dienst welke ik van de Heer Jezus Christus ontvangen heb om te betuigen het evangelie der genade Gods. Dus Paulus heeft hier het evangelie van Gods genade verkondigd, dat heeft hij ontvangen. Dit is de bediening van apostel Paulus. Dat is niet moeilijk, toch? Dat zegt hij, dat heb ik ontvangen toen ik
toen ik op weg naar Damascus was, toen verscheen Christus aan mij. Toen heeft hij mij de bediening van gegeven met het evangelie, om de evangelie van Gods genade te verkondigen. Niet het koninkrijk. Niet het koninkrijkse evangelie op aarde. En wat zegt hij erachteraan? En nu zie ik weet dat gij allen waar ik doorgegaan ben, predikende het koninkrijk Gods. Zie je, dat is Paulus. Halverwege het boek Handelingen, of over de helft, zie je dat zijn prediking betreft wel het koninkrijk Gods. Met het evangelie van Gods genade. Dat is wat hij predikt. Nu komt dus de vraag, heeft Paulus dan, hoe kan ik dan weten, wat is dat dan, dat dat niet hetzelfde is wat wij dus zeggen? Nou, dat is niet zo moeilijk. Want kijk, als we naar Romeinen 14 vers 17 gaan. Romeinen 14 vers 17. Romeinen 14 vers 17, wat zegt Paulus daar? Dat zegt hij ook in de Romeinenbrief, hè? Die is geschreven in de handelingenperiode. Dan spreekt hij dus ook in zijn brief over het koninkrijk Gods. Het koninkrijk Gods is niet spijs en drank. Dat is geen eten en drinken. Maar waar gaat het bij het koninkrijk Gods om waar Paulus over spreekt? Rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Dus het evangelie, wat Paulus verkondigt, het evangelie van Gods genade, spreekt over het koninkrijk Gods, maar dat gaat niet over eten en drinken. Wat denk je onder de wet met eten en drinken? Mocht je alles eten? Ik hoor hier van alles. In het vorige gebouw was ideaal, dan hoorde je helemaal niks. Maar kijk bij mij even dan nu, dus het evangelie van Gods genade, het koninkrijk Gods, wat Paulus over spreekt, het gaat niet over eten drinken, maar rechtvaardigheid en blijdschap door de Heilige Geest. Maar kijk nu in Lucas. Lucas 22 vers 18. Lucas 22 vers 18. Er zegt de Heer Jezus met de Pasen, paasmaaltijd, en dan zegt hij, want ik zeg u dat ik niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks, totdat het koninkrijk Gods zal gekomen zijn. Dus als ik terugkom, het koninkrijk Gods, dan zal ik met jullie weer drinken van de vrucht des wijnstoks. Maar kijk, dan zegt hij in vers 29, weer het koninkrijk, ik ordineer u, jullie, hè, de 12 apostelen, het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader mij dat verordineerd heeft. Kijk, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op de tronen oordelende de 12 geslachten Israëls. Hier spreekt hij weer over eten en drinken in het koninkrijk. En Paulus zegt, koninkrijk Gods is niet spijs en drank. Kijk ook in Lucas 14. Dat is het Davidisch koninkrijk. Het koninkrijk wat ook aan David beloofd is. Dat noemen we Davidisch koninkrijk. Davidisch koninkrijk. Daar werd beloofd dat uit zijn zaad zal iemand op de troon gaan zitten. En kijk in Lucas 14, vers 15. En als... als een van degenen die mede aanzaten deze dingen horen, zeide hij tot hem, zalig is hij die brood eet in het koninkrijk Gods. Dus ja, als Paulus zegt, het koninkrijk Gods is niet eet, spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. En in de evangelie lees dat de Heer Jezus Christus spreekt over wel over spijs en drank en eten en drinken aan de tafel. En denkt dat die heidense vrouw die zegt, ja, weet je, de honden eten ook van de kruimels die van de tafel afvallen. Wie zit er aan tafel? Wie zit er aan tafel? Israël. Met de zegeningen. Dus als je in Romeinen 14, of sorry, in Romeinen, waar was het ook weer? Ik zocht de tekst. Nou, in ieder geval, het is tegenovergesteld, ja? We praten hierover dan niet over hetzelfde koninkrijk. Dat is duidelijk. Dus als de Heer Jezus Christus spreekt over het koninkrijk Gods aan het begin van handelingen, spreekt hij daarover. En als Paulus spreekt over het koninkrijk Gods, spreekt hij daar absoluut op een andere manier over. Want kijk, in Handelingen 26 vers 18. Handelingen 26 vers 18. Dat is een verslag van de bekering van apostel Paulus in Handelingen 9. En dan zegt hij, hij geeft een verslag wat de Heer Jezus Christus tegen hem zei. En dan zegt hij in vers 17, Handelingen 26 vers 17, dat is wat de Heer Jezus tegen hem zegt. Verlos u van dit volk, van Israël en van de heidenen, tot de welke ik u nu zend, om hun, wie? Hun
Dat zijn de ogen van heidenen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van Satan tot God. Omdat zij vergeving de zonde ontvangen en een erfdeel onder de heiligen door het geloof in mij. Dus dat ze zullen bekeerd worden uit de macht van de duisternis tot het licht. Wie heeft de macht over de duisternis? Satan. En wie is het licht? Dat is Christus. God is licht. En dan zie je ook staan de macht van Satan tot God. Dus dat zegt de Heer Jezus tegen de apostel Paulus. En kijk, in Colossenzen, als we doorgaan, dan zien we wat Paulus in feite... zie je dat die verborgenheid toen al, dus bij zijn bekering al, ook al gezegd is. En dan zie je in Colossenzen 1 vers 13, spreekt hij over Christus, of de Vader, in Colossenzen 1 vers 13, die ons getrokken heeft, kijk, daar heb je het weer, uit de macht de duisternis, en wie is dat? Van Satan. En dan overgezet heeft, waar? In het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Dus toen ik geloofde, ja, ik loop hier nog steeds op aarde en jullie ook. En toch ben ik al overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Van zijn geliefde Zoon. Deze is mijn Zoon. Dit is mijn Zoon in welke ik hem welbehagen heb. Hoort hem. Dit is mijn geliefde Zoon, zegt God vanuit de hemel heen in de evangelie. Maar je ziet hier, hij heeft ons overgezet. Hij heeft ons uit de macht van Satan, van de duisternis getrokken. Dat wil zeggen... in positie ben ik reeds, ik ben op aarde, maar ik ben reeds in het koninkrijk van zijn Zoon gezet. Nou, Christus gaat op aarde regeren in de toekomst. Ben ik dan nu reeds overgezet in het koninkrijk wat straks op aarde komt, nu? Dat klopt toch niet? Hoe kan dat nou? Dus ik ben nu vanuit de duisternis, oké, ik ben geloof geworden. En ik ben op dat moment overgezet in het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. Dus ik ben al in het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. Dat zou betekenen... als ik dus denk aan, het is op aarde wat de Heer Jezus leerde, dat betekent dat ik nu dus ook al in het koninkrijk loop. Maar dat is niet zo. Want Paulus spreekt over een ander koninkrijk. Kijk, in Timotheus, 2 Timotheus. 4 vers 18. 2 Timotheus 4 vers 18. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Is niet dat, aards en hemels is niet hetzelfde. En dat is niet alleen bij mij zo, maar iedereen weet dat dat niet hetzelfde is. Een aards koninkrijk is aards, is hier. Een hemels koninkrijk is daar. Dus als Paulus spreekt, hij zal mij bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Ik ben, ga mee de laatste tekst, Efeze 2 vers 6. En dan kom je langs Filippenzen. Dan gaan we daar eerst nog langs, Filippenzen 3 vers 20. Kijk. Oké, ik leef hier op aarde, maar mijn wandel, wat zijn de regels die ik moet gehoorzamen? Natuurlijk van dit land en van dit dorp waar ik woon. Ik bedoel, ik heb geen voorkeursbehandeling als ergens bijvoorbeeld een parkeerplaats staat alleen voor rolstoelen. Dan mag ik niet mijn auto daar neerzetten. Dat hebben we één keer gedaan, nou ik niet dan. Maar... ik krijg gelijk een dikke print op de auto. Jaren geleden. Maar goed... dus wij hebben geen voorkeursbehandeling, ja? Ik bedoel, wij moeten gewoon gehoorzamen aan de wetten van dit land. Maar als er op aankomt en ik kom voor een situatie dat dit land mij gaat verbieden, bijvoorbeeld dat wij hier bij elkaar mogen komen, sorry, maar dan gaan we in het geheim. Want het is belangrijk om God te gehoorzamen dan de overheid die mij gaat verbieden om te geloven. Ja? Maar kijk, dus mijn wandel dus, geestelijk gezien, is mijn wandel dus niet hier, maar daar. Kijk, onze wandel is niet van is straks in de hemel, is reeds nu in de hemel. Van waar wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk Jezus, de Heer Jezus. Wij verwachten hem elke dag. En nu de laatste tekst, Efeze 6. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. En ik ben eeuwig gezet in de hemelen. Ik ben gezet met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Dus ja... dus hier, als we over het koninkrijk praten, in Handelingen, je ziet het. Daarom, Handelingen is zo belangrijk om te begrijpen, dat boek. Als je dat boek niet begrijpt, weet je wat je dan krijgt? Handelingen 2, kerk. Je krijgt de handeling 28, mensen die zeggen dat daar begonnen is. Je krijgt allemaal verschillende leerlingen, omdat ze het niet begrijpen dat Israël gevallen is. En dat apostel Paulus toen bekeerd is met een andere evangelie.
En dat hij met een bepaalde bedoeling die dingen gedaan heeft in die tijd tot zijn gevangenschap. En dan begrijp je ook, het begint met het Koninkrijk Gods op aarde, want daar sprak de Heer Jezus over. Maar als Paulus spreekt, spreekt hij over een hemels koninkrijk waar wij reeds in gezet zijn. Wij kunnen nooit in het aardse koninkrijk gezet zijn. Dat is onmogelijk. Dus ja, wij gaan hier eindigen. Maar dan zie je maar hoe belangrijk is dat je de Bijbel goed begrijpt. En er is een sleutel dat je erkent dat Paulus jouw apostel is. En dat hetgeen hij schrijft in de Bijbel, zijn brieven, die gaan alleen over het lichaam van Christus. En daar zal je nooit spijt van krijgen als je die keuze gemaakt hebt. Want dat raak je nooit meer kwijt, want dan ga je het begrijpen. En dat maakt een eind aan alle verwarring. Zullen we daarvoor danken? Vader, ik wil u danken. Dank u voor uw heldere boodschap, Vader, dat u woord geeft, Vader. En we kunnen het lezen. We kunnen het begrijpen. We moeten het gewoon geloven, Vader. En dan zal het ook werken in ons, die geloven. En dan krijgen we ook wat er staat. En dan krijgen we ook die blijdschap en de zekerheid. En ook een zicht op de toekomst, Vader. En dat is iets bijzonders. Dat we weten van, ja, wij zijn eenmaal reeds al gezet in het koninkrijk van uw Zoon. Eeuwig in de hemel zullen we daar zijn straks. En we weten, als we eenmaal sterven, dan zullen wij ook daar naartoe gaan en voor altijd bij u zijn. Vader, wat een geweldige toekomst is dat. En daar dank ik voor. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Goed, gaan we eerst even.